Ja, jullie hebben nou eigenlijk een aantal, ja, toch wel soort van experimentele dingen gedaan. Umoja, nu oktober, april. Nou ja, de meeste mensen verwachten nu eigenlijk een stiekem toch wel een soort van jullie, dat jullie met jullie volgende platen weer, ja, toch weer iets anders gaan doen. Gaat dat ook gebeuren? Nou ja, we willen nu dus heel graag die rockplaat die maar niet wou komen, toch alsnog maken. Een rockplaat wil dan zeggen een plaat die steviger is dan wat men tot dusver van Bluff gewend is. Ik weet niet in hoeverre dat verrassend is. Ook dat kun je misschien weer als een logische reactie op een akoestisch tweeluik zien. En tegelijkertijd hebben we ook nog heel veel ideeën voor weer andersoortige platen. Maar wat wij wel doen, merk ik toch door de jaren heen, is we houden van een benadering waarbij we toch als een soort van thematisch of conceptueel te werk gaan. Dat je gewoon één benadering kiest voor een plaat van we gaan hem zo maken. En wat ik bijvoorbeeld een prachtige plaat vind, en meer in onze band, is die plaat van Elbow. En die heeft een bepaald soort ruimtelijkheid die sowieso het handelsmerk is voor die band, maar zeker ook voor die plaat. En dat zou ik gewoon heel erg tof vinden om iets te kunnen maken waarvan die liedjes onmiskenbaar bij die plaat horen. Dat is ook wat we met oktober en april geprobeerd hebben. En dat is ook wat je ondanks de enorme diversiteit denk ik toch van Umoja kunt zeggen. Dat het, en Omarm heeft dat denk ik ook heel sterk. Dus we proberen altijd, we maken echt heel erg albums waarbij de liedjes misschien niet eens zozeer in thematiek samenhang vertonen, maar dan toch in elk geval in sound. En voor oktober en april hebben we het allebei. Daar klinken ze, ja, gelijkgestemd. En ook omdat we die scheiding zo nadrukkelijk hebben aangebracht, ja, zijn ze ook thematisch op elkaar afgestemd, als het ware. Maar dat hoeft nog niet eens te zijn. Ja, dat lijkt me echt bijzonder leuk om op die manier een plaat te maken. Dat is bijna een soort van metal benadering. Metal bands doen ook heel vaak één concept. Nou, ik heb ook in de loop der jaren toch eigenlijk steeds meer bewondering gekregen voor het genre metal, voor zover dat bestaat. Want er zijn natuurlijk zoveel onderverdelingen van het valt wel mee tot echt spijkerhard. Ik vind bijvoorbeeld die laatste plaat van Metallica, dat vind ik echt een geweldige plaat. En dat zet ik ook echt voor mijn lol op. Gewoon ook door de hele benadering die voor die plaat gekozen is. En dat vond ik trouwens voor Saint Anger ook al, die vorige. Sommige metal bands die kunnen echt ook heel goed, zijn echt goed in staat om sferen te vatten. En conceptueel te werken. Dus ja, hoe gek het misschien ook mag klinken. En ik wil niet zeggen dat we een metalplaat gaan maken. Maar dat is wel iets waar wij, als we naar dat soort dingen kijken, daar kun je wel iets van leren. En ik vind ook dat wat voor muziek je ook maakt, dat je echt zo breed mogelijk moet kijken en luisteren wat er om je heen gebeurt. Alleen wat ik dan vervolgens wel vaststel, is dat wij ons met heel veel muziek die in Nederland gemaakt wordt, niet zo verwant voelen. Hoe komt dat, denk je? Weet ik niet. Ik heb het idee dat heel veel bands gewoon, dat hun aanpak gewoon heel anders is. Waarmee ik niet wil zeggen beter of slechter, maar gewoon anders. En misschien minder uitgaand van dit soort album. Dus dat je echt een album als een geheel ziet, van dat soort standpunten. Wij doen dat eigenlijk vanzelf of zo. Dat vinden we een prettige manier om de liedjes en het album te beheersen en onder controle te houden, zeg maar. Want dat was eigenlijk bij zo'n plaat die we nu gemaakt hebben eigenlijk nog de enige controle die we erover hadden. Weet je? We lieten het echt gaan van, nou, je moet het live spelen, je moet elkaar ook blindelings vertrouwen. Want ja, niemand mag een fout maken als je het in één keer inspeelt, weet je wel. Dus je moet echt uitgaan van elkaars competentie om het goed te doen en om die liedjes helemaal in de vingers te hebben en de dynamiek op het moment aan te voelen. En als Pascal op een bepaalde manier begint te zingen of
een bepaalde wending maakt, dat je dat volgt. En daar moet je dan van op aan kunnen. Maar ja, je weet het nooit. Weet je wel. Iemand kan een slechte dag hebben, iemand kan een onachtzaamheid waarbij hij een foutje maakt en dan is de take verloren. Dus dat soort dingen, daar hadden we geen controle meer over. En als je een plaat op een bepaalde manier benadert, dan kun je hem zeg maar in een bepaalde richting opduwen. En dat is dan de controle die je erover hebt. En daar gaat het denk ik om. De controle die je hebt of niet hebt. Dat is een van de belangrijkste dingen voor ons. Van waarom het uitdagend blijft om het steeds te maken, zo'n plaat. En in hoeverre kan ik het deze keer precies zo maken als ik het hebben wil? Of wat gebeurt er als ik juist mijn handen eraf trek? En ja. Dat zijn hele interessante processen. Waarvan ik me afvraag in hoeverre mensen hierin geïnteresseerd zijn. Maar goed, ja. Dat weet ik echt niet.